Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag neem ik jullie mee naar weer een Bijbelboek uit het Oude Testament. En vandaag gaan we het niet hebben over één, maar over twee versen. En twee versen die eigenlijk heel mooi laten zien hoe God ons bij kan staan op zijn manier. En op de manier die hij voor ons geschikt vindt. En niet op de manier die wij heel graag zouden willen per se. En de vers van vandaag komt uit het boek Daniël, van de profeet Daniël, hoofdstuk 3, vers 17 en 18. En daar staat: als het moet, dan kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, zij het u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. En misschien komen deze twee versen voor jullie een beetje uit de lucht vallen. Dus ik ga een beetje de context eromheen uitleggen. Sadrach, Mesach en Abednego, dat waren drie mannen, drie Joodse mannen, die in ballingschap leefden in het hof van de koning, koning Nebukadnessar. Koning Nebukadnessar die had een wet laten uitgeven dat hij een heel groot beeld van zichzelf had laten maken, een heel groot gouden beeld. En de wet was dat iedereen die langs dat beeld kwam, dat beeld moest aanbidden. Deze drie mannen, deze drie jongelingen, dat waren drie Joodse jongens met een geloof en met principes. En zij hadden gezegd, dat doen wij niet. Dus dat deden ze ook niet. Toen waren er mensen en dat was ze opgevallen. Die mensen gingen over ze klikken naar de koning. En die hebben gezegd, nou deze drie jongens, die hebben niet geluisterd naar de nieuwe wet. Dus zij verdienen straf. Nou, vervolgens zei de koning van, nou haal ze maar hier. Dit zijn jongens die eigenlijk normaal gesproken best oké zijn. Dus ik wil wel weten wat er aan de hand is. Haal ze maar hier naartoe. En dan hoor ik van ze wat er aan de hand is. Koning Nebukadnessar had dus gevraagd aan die drie jongens, wat is er nou gebeurd dat jullie niet luisteren naar de wet? Want normaal gesproken doen jullie altijd je werk. En zijn jullie altijd gehoorzaam en het gaat altijd goed hier. En toen zeiden zij van, nou we hoeven je helemaal niet te antwoorden hierop eigenlijk. En toen kwamen dus de twee versen van vandaag. Als het moet, dan kan onze God ons redden uit die vuuroven. Wij vereren onze God, hij kan ons verlossen. En hij kan dat, dat weten we zeker. En als het niet zo is, en dat is belangrijk, om daar zeg maar op te letten, dat ze zeiden van, God kan dit en dat weten wij zeker. God houdt van ons en God zal voor ons het beste willen. Maar als God ervoor kiest om ons te laten sterven in die vuuroven, dan is dat ook oké. Dan is dat goed. Maar we gaan niet tegen onze principes in en tegen onze waarheid in luisteren naar iets waarvan we weten dat het niet helemaal klopt en dat het niet juist is. We gaan sowieso niet voor uw beeld bidden en we gaan sowieso niet voor uw afgoden bidden. En toen werd de koning super kwaad. Super boos en hij zei, nu is het klaar met jullie. 7 keer heter gaat die oven. Die oven gaat zo warm zijn dat je niet eens in de buurt kan komen daarvan. En die drie jongens werden inderdaad afgevoerd om naar de hete vuuroven hun einde tegemoet te treden. En die oven was inderdaad zo heet gemaakt dat de mensen die ze daar naartoe brachten niet eens in de buurt waren gekomen van de vlammen, maar daar al stierven van de hitte, van die onmogelijke hitte die daar was gemaakt. En het wonder is, en misschien kennen jullie dit stukje ook wel uit de middernacht lofprijzingen, het wonder is dat de koning, Nebukadnessar, die ging kijken hoe het ging met de jongens die hij weg had gegooid in de oven. En hij ging daarheen en hij ging kijken en hij zag niet drie, maar hij zag 4 mensen. Hij zag 4 personen wandelen door dat vuur. Wandelen. Geen haartje was verschroeid, hun kleding was intact, alles was prima en mooi en goed en niet eens de geur van de rook is aan hun kleding vast blijven zitten. Dus de koning vroeg aan zijn knechten, waren het niet 3 mensen die we weg hadden gedaan, die we in de oven hadden gegooid? En we zien er 4 en de vierde lijkt zelfs op de zoon van de goden. Dat zei de koning zelf. Dus wij weten nu wie die vierde persoon was die erbij was. God heeft ervoor gekozen om Sadrach, Mesach en Abednego niet te verlaten in de vuuroven, maar om ze bij te staan. Hij heeft ervoor gekozen om ze er niet uit te halen, maar om ze bij te staan. Dus in die hitte, in die moeite, in al die moeilijke situaties, die onmogelijke situatie, heeft God ervoor gekozen om ze bij te staan, om bij ze te blijven. Dus dat is belangrijk. Hè? Soms kiest God ervoor om ons niet uit de situatie te halen, die heel moeilijk lijkt te zijn, maar om ons bij te staan, om bij ons te blijven, om ons niet alleen te laten. En wat was het mooie wat daarna gebeurde, is dat de koning zo onder de indruk was van de macht van God, van de kracht van God, dat hij zei van,
vanaf nu zullen we een nieuwe wet instellen. En de nieuwe wet is dat iedereen die maar ook iets zegt tegen de God van deze drie knapen, die zal worden opgepakt en die zal worden gestraft. Dus deze hele situatie was eigenlijk, leek heel slecht, leek verschrikkelijk, leek er toe te leiden dat die drie jongens zouden sterven. Maar waar die eigenlijk toe leed, is dat een heel rijk, het hele rijk, was overtuigd van de kracht van God. Dus het hele rijk, er was een nieuwe wet gekomen dat godslastering op dat moment niet meer toegestaan was tegen de God van Sidrak, Mesak en Abednego. Dus God heeft niet alleen een wonder met ze verricht dat hij ervoor zorgde dat ze niks is overkomen, dat ze geen pijn hebben geleden. Hij is bij ze gebleven, maar hij heeft ook zeg maar, de hele situatie ten goede laten werken voor het hele land. Voor het hele land wist toen wie de ware God was. En we weten allemaal dat altijd als er zoiets gebeurt, dat er mensen zijn die nieuw tot het geloof komen. Dat er mensen zijn die opnieuw God leren kennen en dichterbij willen komen. Dus daar was dit voor nodig. Deze hele situatie was daar goed voor. Ook al leek de situatie niet goed. Dus eigenlijk wat we mee willen nemen van de drie knapen van vandaag, zijn drie dingen die we soms wel eens laten gaan of soms een klein beetje makkelijker mee doen voor onszelf. We zijn er af en toe een beetje laks mee. Dat is kennis, kennis over God. Zij wisten, zij zeiden tegen de koning, nou als God het wil, dan kan hij ons verlossen. Ze wisten over wat ze het hadden, over wie ze het hadden, met wie ze te maken hadden, dat wisten ze. Ze hadden vertrouwen dat God dat zou doen als God dat goed zou vinden. Als God dat nodig vond, dan zou God dat doen. Ze hadden vertrouwen dat het zou gebeuren. En ze hadden vol overtuiging, zeiden ze ook tegen de koning, van nou en als het allemaal niet zo is, dan nog zullen we niet tegen onze principes in, voor jouw beeld knielen of voor die afgoden gaan. Dus drie dingen, drie lessen die we eigenlijk mee kunnen nemen van deze drie jonge mannen, van deze drie knapen. Kennis, kennis over God is belangrijk. Het is mijn verantwoordelijkheid om te weten in wie ik geloof en hoe en waarom en wie het nou precies is. Vertrouwen, vertrouwen in dat hij altijd het beste met mij voor heeft, ook al lijkt het niet zo, ook al sta ik op het punt om te sterven. God heeft een plan, er is een plan en het plan is altijd om mijn ziel te redden. En ik moet dat kunnen doen vol overtuiging. Dus niet omdat de hele maatschappij iets doet dat ik maar meega daarin omdat ik denk dat dat goed voor me is. Omdat ik zelf dat denk, omdat ik zelf die ideeën heb. Omdat mijn vriendjes die ideeën hebben, omdat mijn vriendinnetjes die ideeën hebben. Maar vol overtuiging, omdat ik de kennis heb en het vertrouwen in God, dat ik daar altijd aan vast blijf houden. En zo zie je dat God die hele situatie kan nemen, kneden en omkeren tot iets waar het hele land uiteindelijk baat bij heeft gehad. Waar het hele volk uiteindelijk baat bij heeft gehad. Dus hij heeft ze niet uit de brandende oven gehaald. Hij is ze bijgestaan. En hou dat in je achterhoofd als je weer eens iets moeilijks meemaakt. Want we maken genoeg moeilijke dingen mee in het leven. En we maken genoeg dingen mee die we eigenlijk liever niet hadden gewild. Maar er zit iets achter. Er zit een idee achter. En als we kennis, vertrouwen en overtuiging hebben, dan zullen we er zelf achter komen met de tijd wat het idee is dat erachter zit. Ik hoop jullie weer te zien bij een volgende aflevering van Het Woord van het Leven. En tot de volgende keer.